Ja, ik heb Wat? er twee diamonds nu. Lol. Nou, maar TP maar naar Jordi dan. Eerst even eten. Oh, wacht, ik TP jou wel. Dash TP. Paint cookies naar Jordi vet. Mooi huis. Waar ben ik? Je Maar moet daar een Jeroen, pomp. Jeroen, Jeroen. Ja. Wat nou als ik zeg dat ik die diamonds heb gestolen? Ga je dood? En die Ik enchantment table zweer, ook. ik heb niet aan die enchantment table voor jou gezeten, maar ik had twee diamonds gejat, lol. Hoe had je Nee. dat nou gedaan? Ja, dat is een staatsgeheimpje. Ik heb niet die enchantment table gestolen, serieus. Geen grapje, echt niet. Serieus. Nee, ik ook niet. Mag ik dan wel gewoon mijn enchantment table? Ik heb die enchantment Nee, table ik niet ook van niet. jou. Ja, maar En ik we gaan niet bedoel... cheaten. Ja. Een GG, dan ben je maar gewoon weer. Kijk. Maar je hebt Jeroen eigenlijk wel gecheat. Je hebt wel gecheat dat je dat ding kreeg. Wat? Ja, inderdaad. Of... Diamonds? Van Jeroen? Ja. Hoezo? Ik heb hem teruggegeven. Ik heb hem twee diamonds teruggegeven. Ik had er maar twee gejat, dus. Maar ik bedoel gewoon mijn gewoon enchantment table ook voor Ik de heb die safe. enchantment table toch niet. Nee, maar ik bedoel dat ik die spawn gewoon. Dat je hem spant. Het Ja, dat is kan een wel. server-sided error en daar kan niemand iets aan doen, dus. Snap je? Ja, sure. Nou ja, spant maar dan. Oké, momentje, moet ik alleen even. What the fuck? Kunnen we beginnen met opnemen of nog niet? Nog Ja, niet. sure, van mijn part. Ik zoek de code 116 of 74 is het. Dat weet ik ook niet, jongens, sorry. Geen Ga anders even in toegang tot game die mode. opdracht. Ja, oké. Okay. Nou, kijk even in je inventory, Jeroen. Daar is een cadeau voor je. Oh, bedankt. Ik heb er één nodig, alleen. Dus, die rest, wat doe ik daarmee? Nou, dan haal je ze toch weg. Ik ga ze even begraven. Stop. Ik blijf ze maar krijgen, stop. Ja, zijn we Lolcats. uitgespeeld, meneertje? Wat? Zijn we uitgespeeld? Nee. Ik heb er nog wat. 5 stacks of zo. Oh, oké, okay. Dat kan ook. Kunnen we opnemen of wat? Hey! Gast, dan ben ik ook allemaal andere spullen weer kwijt. Da ik heb niks gedaan! Je bent echt dom. Ik heb niks gedaan, jongens! Serieus, je kunt hem opname bekijken. Ik heb alleen dat jij vertelt zitten spawnen, schreeuw. Je hebt je eigen items weggegooid, denk ik. Ik heb mijn eigen items weggegooid. Ik Je heb ze denkt er niet echt dat ik mijn afgekinkeld. Je kunt mijn opname bekijken. Ja, ik ook niet. Ik heb helemaal niks gedaan. Ik ben het zat met die server. Raak ik. Ja, ben ik weer al mijn spullen kwijt. Dan cheat je dat gewoon. Boeiend. Nee. Je bouw moet van een verder met de leven. Je hebt je Misschien zou ik enchantment aan table op toch die manier gewoon. als ik continu alles kwijtraak. Je hebt je enchantment table nou toch gewoon terug. En ik zeg dat die twee diamonds van mij kwamen. Ja, dat je Ja. enchantment table is. Dat snap ik ook niet verder, maar whatever. Nee, mijn enchanted table die heb ik ook. Die twee diamonds heb ik ook. Tenminste, nou niet meer volgens mij. Nee, Maar lol. toen deed iemand opeens slash AI pain cookies, weet ik veel wat. Dat was En denk ik toen was ik mijn Jordi. Ik hele heb niks inventory kwijt. uitgespookt, serieus. Echt alles. Ik heb serieus dat niet gedaan, Jeroen. Ja, Geen ik grap. ook niet.
echt moe van deze server. Jordi, ik hoorde die grinnik wel. Jij hebt het gewoon gedaan, jongen. Geef gewoon toe. Oké, dan deel ik mijn scherm. Dan zal ik laten zien dat ik dat niet heb gedaan. Ja, ik ben al lang aan het opnemen, by the way. Ik heb dit hele gezeik opgenomen. Nou, ik deel mijn scherm. Godverdomme. Hey. Ja, ik kan je die hele serverlog geven. Dan kun je zien dat ik dat niet heb gedaan. Nou, wie heeft het dan gedaan? Ik niet, dat weet ik zeker. Het enige wat ik heb gedaan is ik die twee diamonds van hem gejat. Jij hebt ook een comment. Wacht, ik zal het nu even typen wat jij hebt ingetypt. Dit heb jij ingetypt. Wat heb ik ingetypt? Ja, dat. Nou, doe ik het nog een keer. Oh, wat een Skype bedoel je? Wat? Nee. Ik typ het nu even in, dan zie je het zo meteen in de Minecraft chat. Dat heb jij ingetypt? Ja, dat was voor die diamonds. En ik zal verder nog kijken. Dat was toch voor die diamonds, man. Zegt hij tegen mij niet cheaten. Nou. Dat was een grapje, ik heb je teruggegeven dat jij je inventory space clicking zou doen. Nee, ik zie niks. Hey! Wat? Ik ben terug bij mijn zooi. Wacht, heb ik wel sugarcane? Nee. Het is wel handig dat ik dit hier zo heb. Kijk, want dit gaat naar beneden toe. Dat is wel handig. Fancy. Nou, eens even kijken. Wat is mijn total loot? 8 diamonds, diamond pickaxe en een diamond sword. Wel, dat is cool. En een chat table. Want ik had kennelijk wel sugarcane, lol. Ik heb een grote chest nodig, maar ik heb geen voet meer. Oh wacht, ik heb saplings met bones. Aha. Dat is handig. Gaan we nog beginnen met opnemen of wat? Ja, ik record al, ik weet niet. En dit komt allemaal in de episode. Alsjeblieft niet. Ik verwijder gewoon een video. Jeroen, het komt in de episode. En ik zit in de desert kennelijk. Want mijn boom is donker en dood en lelijk. Als jij dit erin gooit, dan kun je ook wat terugverwacht. Dit komt in de episode. Maar ik ga zo toch uit cave system, want ik heb in principe alles wat ik nodig heb. Ongeveer 3 stacks met iron. Ja, 3 stacks. Ja, 3 stacks met iron. Lol. Nou, ik blijf hier nog wel even tot ik het eten op heb. Nog 11 beef. Want de schilder bij de ingang van het cave system met stikt van de koeien. Even kijken, even 2 pickaxes maken. Gaan we nog beginnen? Sure. Ik vind het ook wel best. Je begint er met de intro. Jordi mag het doen dit keer. Oké. Okay. Yo mensen, dit is Gaming Klaar. Wij gaan vandaag weer Minecraft spelen. Samen met Jeroen en Hallo. Robert. Hallo. En ja, Jeroen, waarom vertel je niet even wat er net allemaal met je is gebeurd? Nou, eerst had ik net een enchantment table gemaakt en die was opeens weer verdwenen. Oh. Toen ging ik weer op zoek naar diamonds om die enchantment table te maken. Mind ik die diamonds today, Ronald de diamonds weghalen van mij. Ja, daarna heb ik ze ook weer teruggestapt. En toen had ik mijn enchantment table weer terug. Nu ben ik sheeps aan het... Oh ja, en tijdens het legen van mijn inventory... verdwijnt opeens alles in mijn hele inventory. Vandaar ja, we zijn er steeds niet achter wie dat heeft gedaan. Lol. Niemand, want ik heb in die serverlog gekeken. De server heeft het gedaan. En de reden waarom ik nou met een houten zwaard alle koeien slacht,
is omdat ik niet wil dat mijn iron zwaard kapot gaat voordat ik hem kan enchanten. Heb je je armen nog wel dan? Ja, dat heb ik helaas nog. Of gelukkig. Helaas? Zal ik even. Ik kan wat regelen dan. Mag ik naar je toe tp'en? Hoezo? Oh, je zei helaas. Nee, ik ben hartstikke ver weg, dus ik zou het niet doen. Maar ik heb nog wel al mijn iron armor. Dat is gewoon even een type woordspelling gebeuren fout. Maar ja, jongens, ik heb dus ongeveer 5, 6 medaillons. En ja, als jullie echt iets grappigs willen zien van dat ik die diamonds heb ge-GG'd uit zijn inventory toen en hoe hij toen reageerde, dan moet je even naar mijn kanaal gaan. Dat is echt, echt grappig. Zo van, diamonds. Zo ging het. Echt niet normaal. Maar serieus, over die chat met table en over dat bij die inventory, ik heb serieus geen idee. En dat meen ik. Ja, ik heb dat niet gedaan. Ik zal je straks die hele serverlog wel willen geven. Ja, ik heb het serieus ook niet gedaan. En dan stond wel in die serverlog dus. Gewoon niet kloten met de andere spelers. Dat hoeft toch niet? Nee, ik zeg het gewoon. Maar je deed wel met die diamonds, weet je. Je gaf ze ook wel terug, maar... Ja, precies, daarom. Dus daarom mag ik dat. Nee. Anders komen er ruzies, Ronald. Dat willen we maar niet. Maar ik heb ze teruggegeven. Dus dat weet ik. Niet zeuren, Jeroen. Want jij bent lelijk. En jij mag niet zeuren. Dat kan wel als je lelijk bent. Oh mijn god, hier kan Ease and Diamonds. Ik weet het zeker. I can smell it. I can smell you. Maar fuck, ik heb geen woed meer. Dus daarom ga ik maar gewoon een beetje rondlopen hier. En gewoon eens even kijken of die diamonds zijn. Iron. Hey, hier heb ik toen ook diamonds gevonden, lol. Zo, papier. Wacht, zullen er daar achter diamonds zijn? Ik ga het gewoon mijnen. Boeken. Ik ben wel level 28, dat is tegenwoordig. Chill. Het kost tegenwoordig zoveel om boeken, of een boekenkast te maken. What the fuck? Oh, dit is dat ding. Nou, ik denk dat ik ongeveer het hele cave system wel grotendeels heb uitgemelkt, dus... Tijd om hier straks weg te gaan, dat ik alles heb opgesmolten, alles in blocks heb gemaakt, anders past het niet in mijn inventory. En dan ga ik denk ik de desert in, om bepaalde redenen. Om bepaalde redenen? Om bepaalde die ik redenen. Jullie niet ga vertellen. Oké. Okay. Geheimzinnig hoor. Precies. Ja. Ik heb alweer een stick met iron. Half stick eigenlijk, maar whatever. Lol, 32 iron. Oh, kijk, nog meer iron. Ik kan trouwens een bed maken ondertussen. Ik niet. Zo. Ja, als je nog het kanaal van Jeroen nog niet hebt gecheckt, check het dan even. Check het hij heeft nu met dit opnemen net het 100 abonnees gehaald. Ja, en daar wil ik iedereen super voor bedanken. Ja, en ik heb de 300 subs gehaald. Daar wil ik ook iedereen even voor bedanken. Gefeliciteerd, man. Dank je, man. Jij ook gefeliciteerd. Dank je wel. Dat is echt... We zijn gewoon toffe peren. Ja, joh. Toffe appels. Appels. Sorry. Toffe kiwis. Toffe kiwis. Oké, zeg kiwis. Even in de reacties wat we zijn. Toffe appels, toffe kiwis, toffe peren. Toffe ananas. Ik heb gewoon het meest compacte huis ooit. Toffe ananas kan ook natuurlijk. als ik in mijn bed ga slapen en lief bed doe, dan span ik op mijn dak. Want hij zit zeg maar tegen het plafond aan. Wel falend, ik heb nu alweer een stack met iron. Een super compact huis. Ik vind het leuk. Ik wil hier eigenlijk compact. Niet weg, want hier zijn diamonds. Oh. I can feel it to my water. Oh. Gewoon stil blijven staan, jongens. Wat? Volgende keer toen die started backup begon, verdween mijn enchantment table. dus ik blijf maar gewoon... Ik moet nog wel wat meer kool mijnen, ik heb amper kool en dat is wel... Okay. Oh, gelukkig, hier hebben we rich rooms. Ik hou het meest compacte huis, hou ik gewoon aan. Dat vind ik leuk. Shroomies. Ja? Ik vind het jammer dat je geen kabouter plophuis meer kunt maken. Kabal, what the fuck. Ja, dan kun je zo groot, dan kun je een mushroompje met boonmeel laten groeien, dat kan er niet meer. Was te onrealistisch. En ik ga, voordat ik ga enchanten, ga ik het ontcijferen. Ga ik de code ontcijferen. Nou, daar is Jeroen al 2 maanden mee bezig. Succes. Duurt altijd wel eventjes, helaas. Ja. En dan kan ik hele pokkenheid weer teruglopen, want ik heb serieus geen idee waar ik nou serieus ben ingelopen. Kool, hier is kool, mijn de kool.
Daar kun je ook bloks van maken. Oh nee, dit is 1.5.1. En daar wil dat nog niet. Ik heb expres gewacht met een coal mine, want dan neemt dat zoveel inventory space in beslag. Maar ik ga gewoon alle stacks met iron gewoon in bloks maken. En dan komt alles wel goed. Want ik heb niet echt wood meer. Ik kan hier in principe wel blijven, maar ik vind echt geen diamonds meer. Dan heb ik ze wel gevonden. En dan ga ik misschien wel later in een ander cave system. Zo. En ik heb hier genoeg in principe. Ik hoef op dit moment niet meer. Ik heb genoeg diamonds. Kan dat? Genoeg stuff. Ik kijk even of ik mijn inventory heb. Ik zelfs genoeg diamonds voor een chestplate. Ik weet niet. Ja hoor, dat is 8 diamonds. Ja, maar ik heb al een pickaxe en een enchanted table, want ik had 3 sugarcane. En wat netter van koeien, want ik heb nu beef. Ik heb ook 10 leather. Nu. Nee. Kan je ook set home doen? Ja, dan heb je toegang toe. Oké, okay, mooi. Waarom houdt hij niet allemaal die iron? Jezus, stop gewoon. Ik wil niet meer. Ik wil niet meer iron. Laat me gewoon met rust, iron. Ik wil niet meer van jou. Ik leef niet meer voor jou. Waar komen mijn koeien op af? Met wat? Ik ga ze even rondspeuren. Kan ik ze allemaal op gaan smelten? Ik ben nog wel 5 uur bezig. Kip komen op zaadjes af, volgens mij. Wat? Waar komen koeien op af? Wheat. Wheat. Ja, wheat, ja. Wheat. Wait. Wait. Wow. Epic Ronald. Hey, level 30. Level 25. Volgens mij heb ik hier ergens zo meteen een cave system. Als je allemaal torches ziet, is mijn cave system bij de winnen. Dan kun je net zo goed weggaan, want alle koeien heb ik er al uitgemijnd. Die van het hoogste is nog een halve stack met de aaien. Nou, ik wens je veel succes. Ik heb 5 stacks of zo. 6, perfect. Even kijken, oh, ik stek mijn kool. Oh jee, nog mijn iron, geef dat. Goed zo. Daar is mijn neus. Dit is de ravine, moet ik hier langs? Ja, hé, hey, nog mijn iron, mijn ik ook maar even zo. Kijken, ga maar eens even. Zo, ik heb al 2... Oh nee, ik heb al 1,5 stek bijna gemeend hier, dus dat is al goed. 5 minuutjes tijd. Ik ben gewoon zo verbaasd. Kijk, nog meer. Als jullie afvragen waarom mijn gras zo gek is, dat komt door de Optifine mod. Gras is dan één heel blok, zeg maar. Heb je dat aanstaan? Oh. Dat heb ik aanstaan, ja. Dat is verminkt. Zo. Ik heb geen Optifine. Nu niet, tenminste. Dat ik steeds moet switchen tussen 1.5.1, wat Jordi's server is, en 1.5.2, wat andere servers zijn, dus ja. Oké. Okay. GG. Zo. En dan was het. Wat is de meest? Ik moet hier wel ergens heen, dat weet ik. Oké. Okay. Oh. Waar hier is de question. Hier niet zo zien. Even wat meer doorpakken. Daar was wat. Ik zie koeien. Wat heb je met koeien, man? Voor de leather heb ik ze nodig. Heel veel. Oh ik heb God. Heel veel leather nodig, inderdaad. Wacht. Ik ga even heel wat kool mijnen. Oh, vergeet de deur te pakken. Is dit waar ik vandaan kwam? I think so. Ja, dat is waar je vandaan kwam. Ja. Dat is precies waar je vandaan kwam. Oké, ik ben hier boven de... Ja. Ja. Nee. Ja. Vlakbij. Nee. Wat moet ik met al die iron? Mijn god, ik kan een huis van anvils gaan maken. Ja, dat ga ik doen. Ik kan het doen. Geloof ik niks van, maagden. Nee? Nee. Nee? Ik heb 5 stacks met iron, big arms. Ja, moet dan wel klein worden. Big arms. Big arms. Big arms. Big arms. Shit. Big arms. Die nog het liedje gaat, zoiets volgens mij. Jij toch met je big arms? Big arms. Bacon. Ja, big arms en bacon. Oh, er stond deken. Deken. Dus bacon.
Al die entities, dat zijn volgens mij allemaal appels. Ronald. Ja, die... Als je nog niet geabonneerd bent op Ronald en op Jeroen... Doe het dan. Link van de kanalen staat in de beschrijving. Hetzelfde geldt voor mij. Precies. Inderdaad, jongens. Lief ben... Ik kwam nee, hier wel weg, dus ik moet hier wel... Oh, wacht. Kutzooi. Ik kwam lolkets. Hier, ja hoor. Maar dit wordt even springen, zo. Kijk, en dan hierboven langs volgens mij. Oh, een branche room, geef mij dat. Ik heb misschien niet de meest mooie farm. Wacht, hier is misschien diamonds. Maar het is wel volgens mij het meest efficiënt. Volgens mij heb ik genoeg voor een chestplate, ik weet niet. Nou, fuck lijkt het in ieder geval. Hoeveel kool heb ik al? Al bijna 2 stacks, dus is wel genoeg. Ik ga denk ik even wat meer kool. Ik heb niet genoeg redstone. Ik geef nog wat redstone mijnen. Heb je daar al genoeg kool? Ik heb wel genoeg op obby, dus dat is goed. Kijk, dan ga ik hier nog een beetje neuzelen naar... Oh, kut. Diamonds. Zo. Welk level is dit? Ik pak even wat dirt, ik heb genoeg. Level 11, dus dit is diamond level. Oh mijn god. Eigenlijk. Wat gebeurt er? Is dood? Nee. Jammer. Wat ben je altijd aardig voor mensen, zeg. Ja. Yeah. Scumbag Ronald. In the house. In the house. My house, bitch. It's your house. My house. Oh, wauw. Ik krijg tegenwoordig veel meer zaadjes uit 6 wiet dan vroeger. Oh ja? Ja, ik begon met 6 van die zaadjes en nu heb ik er 13. Oké. Okay. Hier, koetje. Hier, koetje. Wel goed volgen, hè? Kom. Ja. Hé. Hey. Hier ga ik even rondmijnen, denk ik. Dit belooft wel veel. Kom. Hier zo. Nee, kom. Moet je branch minen misschien? Handig, denk ik. Okay, juist. Level is dit? We zijn er bijna, kom. Kom op. Is diamond level. Kom. Kom op, je past wel door deze deur. Je kunt het, ik vertrouw in je. Kom op. Nou, ik ben blij dat je me vertrouwt. Ben je een koe dan? Ik wil het niet weten. Kijk, een jungle boy. Ja. Kun je wel zijn jullie in boeren? De jungle, of wat? Nee, ik zat in de desert. Nou, hier is geen diamonds, dus fuck dat. Hey, gold. Hou deze positie. Aangezien wat je denk jezelf... dat die diamonds zitten, dat is vervallend. Zo. Oh, daar zie ik heel veel koeien. Even kijken, activate, even kijken. Waard. Oh, hier diamonds, lolcats. Ik zie heel veel koeien onder dat ene ding. Oh jongens, weten jullie beiden wel dat ik X-ray gebruik? Oh, dat zijn echt fucking veel koeien, joh. Waar? Ja, waar? Jongens, ik ga iron met jullie ruilen voor eten, serieus. Wat zijn jouw coördinaten dan? Mijn coördinaten, dat gaat je niks aan. Nou, kunnen we je ook geen eten gunnen. Dan kom ik wel naar jullie toe, vertrouw me. Nee, je mag niet tp'en. Kom hier. Je zegt dat ik ga tp'en. Jij bent het missende ingrediënt, kom. Het wat? Ik ga even wat koeien slachten, dan heb ik tenminste wat eten. Missende ingrediënten. That's what she said. Dat slaat nergens op, maar whatever. Nee, inderdaad. Oh, fuck. Hey. Dat is gila. Oh, je kan hier niet overheen springen. Ik dacht van wel. Hoeveel iron heb ik al? Oh, 2 stacks al. Oké. Oh, ik heb gewoon een muurtje om mijn kleine huisje en meertje heen. Dus... Ja, ik ga even wat eten. Nu komen monsters er niet bij. Aangezien hier zoveel koeien zijn. Nou. Is het niet handig om een farm te maken van die koeien? Dat is gewoon een voorstel. Ik weet niet. Kom binnen. Nou, ik zoek naar een cave system. Schouw zijn de cave system kwam. Hey, cave system. Jordi was blow up by creeper. Nee. Maar jongens, ik denk dat we hier een einde aan gebreid. We zijn al lang genoeg doorgegaan. Dus willen we nog wat zeggen? Nee. Ja, klik even op het groene duimpje. Ja, groene duimpjes, likes, favorites, subscribe, alles soort good shit. Dus en wel, dan spreek ik. Ik weet niet wat jullie doen. Ik ben terug bij mijn Fort Operating Base. Dus ik ga de volgende episode de weg naar buiten proberen te zoeken eventueel. Dus dan spreek ik jullie later. Dus Later. Ja, later mensen.